Goeiedag, geboren in Arnhem in 1947. Ik kan Clarendal en Vitas uitspreken zoals het hoort. Opgegroeid in Amsterdam, waar ik bij DED, Nederlands jeugdkampioen basketbal, werd. In 1965 ging ik naar het Nederlands team, selectie haalde ik toen al. En toen werd ik ook overgenomen door Levi's Flamingo's. Levi's Flamingo's. Ik heb het nog steeds, dit shirt. Wie dit heeft, die maakte de komst van basketbal in Nederland, gesponsord de sport van basketbal in Nederland mee. We werden kampioen, ik speelde lekker mee en ik stopte ook daar en ging vervolgens in de journalistiek. En die journalistiek die bestond uit voor de radio werken, kort voor de televisie werken, want basketbal kwam toen niet veel op televisie, en voor kranten schrijven. Dit zijn werkfoto's. Er was één leuk ding bij. In 1976, ik was al gestopt, moest ik ineens bij het Nederlands team meespelen omdat er te veel geblesseerden waren. En ik kreeg ook nog een Olympische, ja, oorkonde. Goed, dan weet ik dus hoe basketbal in elkaar zit. En dan denk ik, is er ooit een topteam in Arnhem of in, zeg maar, Gelderland geweest? Ik kan me niet herinneren. Tanno Pieters, Ruud Kuipers, de Hammings, Kok. Ik een klein beetje, er zijn wel behoorlijke spelers geweest. Maar zou het niet leuk zijn om goede spelers bij elkaar te halen? Echte goede spelers en een goede organisatie neer te zetten. Zoals ik vroeger meemaakte met deze ploeg. Als jullie dat nu eens zouden willen gaan proberen. Mijn steun heb je.